Kan je voorstellen aan Hans Achterhuis, filosoof, auteur van een geweldig boek, vorig jaar verscheen, dat de titel droeg Geweld. Dat boek is niet de reden waarom ik hem heb uitgenodigd. Ik ga hem dat zelf laten vertellen. Alsjeblieft, Hans Achterhuis. Ik zal vooral reageren op de teksten vanuit mijn laatste twee themata in boeken Utopie en Geweld. En ik wil meteen zeggen dat ik bij het lezen van de teksten me heel bewust werd dat er een waanzinnig groot verschil is tussen het lezen van een tekst en wat jullie doen, het leven van een tekst. Ik ben zeer benieuwd naar een aantal scènes. U krijgt, als u gaat kijken straks, een scène te zien waar ik al lezende erg om heb gelachen, over bier en wijn drinken. Ik denk dat het, als dat gespeeld wordt, helemaal fantastisch zal zijn. Ik wil beginnen met iets te zeggen van mijn reactie, maar door een vergelijking te maken toch met een boek wat ik heb gelezen. En wat steeds terugkwam bij het lezen van deze teksten over identiteit en de geschiedenis van Nederland. Het boek is van Nobelprijswinnaar Coetzee, Schemerlanden. En Coetzee beschrijft daarin, fictief natuurlijk, een trek die zijn voorvader, Ene Coetzee, maakt, die het land gaat verkennen vanuit de Kaapkolonie en dus het binnenland binnendringt. En die zijn verslag dus doet, hij krijgt te maken daar met de, wat hij noemt de Hottentotten. En hoe hij daarmee omgaat. En toen ik dat voor de eerste keer las, kon ik me volstrekt verplaatsen in het perspectief. Dat zegt dus heel wat over de kracht van Coetzee als schrijver, van dat fictieve verslag. Ik leefde met hem mee, hij gaat daar de beschaving brengen. Hij doet de meest verschrikkelijke dingen. Aan het eind wordt een dorp uitgemoord, maar je leest op zo'n manier mee dat het vanuit zijn perspectief min of meer vanzelfsprekend wordt. Er wordt hem wat aangedaan en hij neemt wraak op een afschuwelijke manier, maar nogmaals, je kunt erin meeleven. En zo had ik het eerst gelezen. Bij een tweede lezing krijg je dus plotseling hele gekke vragen. Dan krijg je dus inderdaad gewoon de vraag, was hier zelf sprake van een genocide? Dan neem je dus afstand als het ware, maar die eerste lezing is dus, je gaat mee en Coetzee confronteert je dan heel erg sterk met jezelf. Als ik in die tijd had geleefd en met die achtergrond, zou ik niet hetzelfde hebben gedaan. En om dat nog te benadrukken, dat boek Schemerlanden bestaat uit twee delen. Het eerste deel is dus het fictieve verslag van Ene Coetzee, die dus in de 18e eeuw de binnenlanden van Zuidelijk Afrika intrekt. Het tweede deel gaat over de Vietnamoorlog. En ook daar speelt Ene Coetzee een rol. Coetzee betrekt het op zichzelf. En je moet je onvermijdelijk de vraag stellen als je dat leest, die twee dingen naast elkaar, van hé, wordt er niet op dezelfde manier gehandeld vanuit de Verenigde Staten in dit geval, en vanuit die Coetzee in de Verenigde Staten, waar hij op dit moment ook zelf verbleef, als dus die oude Coetzee. Herhaalt de geschiedenis zich niet, denken wij vaak terug van nou, slavenhandel, vreselijk. Zijn wij niet op een bepaalde manier toch zelf? Dat is de vraag die hij stelt, hè? Dus bezig met onze eigen soorten, tussen aanhalingstekens, weer slavenhandel. Nou, die vragen, die kwamen voor mij dus ook uit de tekst dus heel sterk naar voren. Die historische tekst kan ik ook wel even zeggen dus, maar heeft een klein voorproefje gehad bij Olde Barneveld bijvoorbeeld. Is zo geschreven dat het echt om een dilemma gaat. En dat je dus gaat afvragen van, hé, welke rol zou ik daar gespeeld hebben? Daarnaast zijn er ook teksten die meteen eigenlijk actualiserend zijn en die je vanuit het verleden dus eigenlijk meteen in het heden verplaatsen en je de vraag stellen van hé, hoe zit dat met onze geschiedenis, hoe zit dat met onze identiteit en mijn vraag vooral, hoe zou het vandaag zijn als we over 50 jaar ons gingen beschrijven, zouden dan ook weer van die gekke negatieve getinte verhalen over ons komen. Het gaat over ons deels natuurlijk, koloniaal verleden, alvast een van de delen. Moet dat niet doorgetrokken worden? Ik heb dat zelf gedaan naar aanleiding van de tekst van Coetzee over onze aanwezigheid in Afghanistan. Dat ontbreekt, die vraag wordt niet gesteld. Zijn wij niet op dezelfde manier bezig als die generaties die met de koloniën bezig waren? Geschiedenis schrijven is een keuze. Het is een keuze die je persoonlijk maakt,
waar u in moet kiezen straks. Ik wil dat wel zien. Ik wil dat niet zien. U moet gewoon kiezen. En dat wordt gepresenteerd en dat niet. Maar voor mij is het nog fundamenteler. En ik weet niet hoe ik het moet zeggen, maar ik zou het woordje tijdgeest ervoor willen gebruiken. Er is een soort tijdgeest, een soort heel breed perspectief, wat achter onze rug om, als het ware, onze huidige keuze als individu bepaalt. En ik denk dus dat 10 jaar geleden, als er überhaupt behoefte was geweest aan een tijd van Holland, en dat nadenken over identiteit, dat de tijdgeest andere keuzes had gemaakt, ook al hadden personen dat individueel gemaakt. En ik ben dus ook wel heel benieuwd eigenlijk, van hoe zou je over 20 jaar terugkijken, op met die tijdgeest van dan, op de tuin van Holland. Nou, die tijdgeest is een blinde vlek. En ik denk dat jullie goed hebben geprobeerd om die blinde vlek een klein beetje zichtbaar te maken. Ik vind het toch heel spannend van, is er nog een blinde vlek als het ware gebleven? Je kunt het nooit achterhalen hoe je achter je rug om als het ware bepaald wordt. Je kunt een beetje je omdraaien, maar niet helemaal denk ik. Bij het heel recente verschijnsel van de natiestaat, dat wij als Nederlands een staat zijn, een natiestaat. Ik dacht altijd vanuit geschiedenis, de Batavieren komen ons land binnen, daarmee is begonnen. En dat zijn mijn voorvaderen enzovoort, dat waren al de eerste Nederlanders. Zo is in elk geval mijn geschiedenis gegeven. En ik las daarna de filosoof Hannah Arendt. En Hannah Arendt valt voortdurend fel uit tegen die 19e eeuwse constructie van de natiestaat. Die een ander soort antisemitisme zou hebben voortgebracht. Die het kolonialisme en het imperialisme zou hebben voortgebracht. En ik dacht steeds, waar heeft ze het over? Wij zijn toen altijd een natiestaat geweest. Wij zijn Nederlanders geweest. En pas heel langzaam ben ik gaan ontdekken, en dat zit ook in een stukje hier, dat dus inderdaad pas in die 19e eeuw eigenlijk, het heeft ook te maken natuurlijk, komt ook in stukken terug met Napoleon en Lodewijk Napoleon in Nederland, maar wij een soort staat zijn geworden. Daarvoor had het allerlei andere manieren kunnen worden. We waren eerder dus inderdaad een graafschap, waarbij de graaf belangrijker was dan de naam ervan. En dan zie je dus ook, als je er een beetje in gaat verdiepen, hoe de noodzaak ontstaat. Als er nu een natiestaat is, en Europa valt in natiestaat uiteen, om dus daar verhalen over te maken. Want dan moet je een verhaal maken om te laten zien dat je dus een identiteit hebt als natiestaat. En ik denk dat ik nog deels, en ouders ook, met die verhalen is opgegroeid.